Dilip Sarju heeft zijn stempel ook op het gebied van politiek voering gedrukt. En dit zegt Dharam Mungra, die samen met Dilip de politiek voering heeft gedaan. Tijdens deze samenwerking mocht Mungra als eerste ondervoorzitter van de opgerichte politieke partij Basispartij voor Vernieuwing en Democratie, BVD, functioneren. Volgens Mungra is er tijdens deze periode van samenwerking heel veel van de grond gekomen ten voordele van ons land. Hij typeert het halen van ontwikkelingsdoelen voor ons land als een van de hoogste punten waar Sarju naar streefde. Wij bijvoorbeeld bij de totstandkoming van de samenwerking met Sylvie de Bos, die toen is voorgedragen, dus toen als de president van Suriname. In die periode had die beweging, het was nog niet een partij, het was een beweging. En er waren een aantal zaken die gezegd werd van, deze zaken willen we in ieder geval gaan realiseren. Waaronder met name het ging om de grootschalige dingen in de op infrastructuurgebied, zoals de bouw van de bruggen, de grootschalige rehabilitatie van je wegennet en nog een aantal andere zaken. Dus als zodanig, zo waren dat zeker ook de hoogtepunten die als partij we toen hebben bereikt in die periode. De BVD is een afsplitsing van de vooruitstrevende hervormingspartij VHP. In 1996 was er een groep dissidenten binnen de VHP die eerst binnen die partij onder de naam Beweging voor Democratie functioneerden en later, in november van dat jaar, de Basispartij voor Vernieuwing en Democratie oprichtten. Tijdens deze periode heeft Sarju zich sterk gemaakt voor een andere politiek voering. Hij is met name op het stuk van het feit dat je in Suriname partijen moet hebben die nationaal gedragen moeten worden. Dat wil zeggen dus dat die duidelijk een multi-etnisch gezicht zou moeten hebben. Hij had vooral heel veel, hij vond veel dat met name in het binnenland, naar het binnenland toe, waar we enorme potenties hadden, dat daar eigenlijk vooral wanneer het gaat om ontwikkeling, de scope op moet worden gelegd. Maar ook met de integratie van de binnenlandse bevolking met de stadsbevolking, dat tot stand moet worden gebracht. Sarju, die als vooruitstrevende zakenman wordt omschreven, heeft in alle branches zijn bijdrage geleverd aan het succesvol zijn. Ook op het gebied van media had Sarju met zijn mediabedrijven, zoals met het televisiestation SCCN, goede impact op de samenleving. De directeur van dit mediabedrijf, Isfahani Nagasesing, heeft mogen meehelpen aan de visie die Sarju voorop heeft gesteld op het gebied van media. Hij was heel flexibel en dacht een beetje next level om dingen te doen. Hij wilde geen standaard dingen doen, dus hij wilde al een andere manier van tv en radio doen. En ik moet zeggen dat het toch wel aardig gelukt is wat we tot nu toe bereikt hebben. Toen we de rechten begonnen te kopen en exclusiviteit hadden, was zeker een hoogtepunt omdat het station tot voorheen, tot dan, geen rol van betekenis speelde in, de media, in het medialandschap in Suriname. Dus toen dat begon, zag je daadwerkelijk van wat kon. En dat zien we allemaal als hoogtepunten, NBA, Champions League, WK, etc. Op het gebied van sport heeft Sarju ook altijd zijn volle ondersteuning gegeven. Hij heeft een bijdrage geleverd aan de wederopbouw van de Surinaamse basketbalassociatie SBA. De transformatie van de voetbalclub Transvaal heeft hij met een bepaalde doelstelling gedaan. Hoogtepunt die meneer Sarju gekend heeft als clubeigenaar van Transvaal erbij. Want hij is ook de persoon die de transformatie heeft laten plegen van SV Transvaal, dat stond voor sportvereniging, omdat hij altijd business-minded is, heeft gemaakt tot de NV. Hij zegt, Transvaal moet in de jaren geld gaan verdienen. Ik was de eerste directeur van die NV, begin 2017. En onder meneer Sarju is Transvaal semi-kampioen geworden na 16 jaren. En zijn geplaatst hier voor CONCACAF voetbal. Transvaal is gezond gemaakt, pinaart niet. Alle spelers krijgen hun salaris op tijd, ondanks de crisis. En dat moet je wel aan deze man geven, los van dat hij natuurlijk die hard is geweest in zaken doen.